Ook na het uitvallen van Kenny van Hummel, die ten val kwam in de 17e etappe en de strijd moest staken, is de aandacht voor Skill Shimano niet minder geworden. Zo heeft Koen de Kort een dagtaak aan het uitdelen van handtekeningen, ook na de koninginrit. Ja, nou ja, dat is op zich wel leuk. Hè? Ik weet nog dat ik zelf handtekeningen verzamelde. Dus was ik er ook altijd heel trots op. Dus daar heb ik geen enkele probleem, enkele moeite mee. Ook niet na een etappe met 4 eerste categorie bergen? Nee. Ja, nu ben ik toch al gefinished en ik heb het gehaald. Dus op zich wel een opluchting. Dus dan is het misschien wel iets makkelijker dan vooraf. Ja, zag je er een beetje tegenop? Nou ja, op zich niet. Omdat ik zeker de laatste dagen wel heb gemerkt dat ik goed genoeg bergop rijd. Maar het is zo'n een dag van overleven eigenlijk. En je weet nooit, als je een keer een slechte dag hebt. Maar dat viel eigenlijk 100% mee. Dus ik heb gewoon goed uit kunnen rijden. Was het de zwaarste? Ja, het was wel de zwaarste. Zeker ook met het weer. En in het begin koud en regen en gevaarlijk in afdalingen. Dus het was wel de zwaarste tot nu toe. Je hebt het gehoord van Kenny, neem ik aan. Het is een domper voor de ploeg, denk ik. Ja, ik heb het net gehoord. Ja, het is gewoon jammer. Zeker, het is al de tweede nou die uitvalt. En dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dus het is echt zonde. Met z'n zevenen naar Parijs dan? Ja, met z'n zevenen naar Parijs, ja. Valt er niemand, dan halen we met z'n negen in Parijs. Ik denk niet dat veel mensen dat gedacht hebben. Ik denk dat wij het zelf niet eens gedacht hebben. Dus dan vallen er twee uit, maar de rest die gaat het gewoon halen.